De Belgen zijn trots. Prinses Mathilde bevalt van een eerste vrouwelijke troonopvolger, prinses Elisabeth. Alleen kanonschoten in het hartje van Brussel. Een maand geleden zouden de omstaanders waarschijnlijk heel anders gereageerd hebben. Maar intussen weet iedereen wel dat het om een blijde gebeurtenis gaat. Er is een kindje geboren en ons land heeft er dus na Filip een tweede troonopvolger bij. Haar naam Elisabeth. Dat is een hele schone naam, dus even modern en dagelijks, als ik het zo moet zeggen. Maar als we het bezien volgens ons koningin Elisabeth, ja, dan is het formidabel. Het is dezelfde naam als mijn zus. En wie vind ik het heel tof. Waarom 101 kanonschoten? Het oorsprong van de zaak is een decreet van Napoleon van 1815 die de basis is van onze protocol. En daar onder andere werd erin geschreven dat er 101 kanonschotten geschoten worden voor de geboorte van een prins en 51 voor de geboorte van een prinsessin. En sedert 1991 is het 101 voor een prins of een prinsessin. Honderden nieuwsgierigen kwamen tijdens hun lunchpauze even tot in het warmde park. Het prinsesje is nog geen dag oud, maar iedereen kent al haar naam, haar lengte en gewicht. Wanneer hebt u het nieuws gehoord? Vannacht om 1:30 op tv. Ik kon niet slapen en ik dacht, ik ga tv's opzetten. Het was precies het gevoel dat men had een tv. Ik heb dat nog nooit gedaan, met de nacht tv opzetten. En we hoorden het bericht van de dochter. En? Prins Filip, overgelukkige. Oh. Ik ben opgestaan van mijn bed om 9:30. Ik heb de radio opgeleid. En juist, we zijn bezig om te eten. En ik heb het gehoord. Was u blij? Oh ja, zeker zo. Mijn vrouw had een beetje tranen in haar ogen. Is het waar? Ja, dat is. Ik zeg, ze gaat toch niet beginnen te grijzen. Nee, zei ze. Maar vet, het heeft ons plezier gedaan. Om 10:50 zwijgen de kanonnen. Al blijft het afwachten of Elisabeth zo geluk zal kennen. Ik ga te raden bij kaartlegster Emmy Kelders. Zij voorspelde al maanden voor de bekendmaking van de verloving dat prins Filip met Mathilde zou trouwen. Hoe ziet de toekomst van Elisabeth eruit? Hier krijg ik naar de toekomst toe voor haar. Ligt haar intelligentiekaart, er ligt wel een vertrouwenskaart op. Dat is altijd positief. Maar het is toch wel iemand die in de toekomst ook een klein beetje door haar twijfels zich zal moeten inzetten om te studeren. Dus het is zo van, ga ik het kunnen, ga ik het niet kunnen. Dus een klein beetje die twijfels ook in haar studies in de toekomst. Over het algemeen gaat het iemand zijn die heel goed overweg gaat kunnen met jongere persoontjes. Dus van begin af aan zeker zijn vast content gaat zijn in de toekomst met dat broertje. Hoeveel broers gaat ze krijgen? Wel, voor de toekomst liggen daar twee broers voor haar, zeker en vast. Op hele korte tijd zelfs. Dus dat wil zeggen dat als ik mijn kaart hier raadpleeg, dan zou ik zeggen van oei, zij komen praktisch kort op elkaar. Wat in elk geval zeker is, Elisabeth is schorpioen van sterrenbeeld. Is dat een gunstig teken voor een troonopvolgster? Ik denk het wel. Je zal ze bijvoorbeeld niet kunnen vergelijken met een prinses Stefanie of een prinses Caroline. Nee, hier krijgen we toch wel een iemand die meer gereserveerd is. Iemand die wel open en ze zal wel een open karakter, een vriendelijk karakter hebben, maar we gaan er toch geen schandalen mee meemaken. Zijn er gelijkenissen met haar bedovergrootmoeder? Ja, ze zal ook zeer kunstzinnig zijn. Met Mars in het zevende huis zal ze zeer gedreven zijn. En we zien dan nog een conjunctie met de planeet Neptunus, wat toch wijst op het kunstzinnige, de idealen die worden nagestreefd. En haar naam, ik zeg het, die heeft ze van geen vreemde. En haar uiterlijk? Uiterlijk niet. Ik denk dat prinses Elisabeth, de huidige dan, meer rond zal zijn van uiterlijk. Dus ze heeft ook haar ascendant in kreeft staan en dan nog eens Jupiter op haar ascendant. Dat maakt een ronde, zelfs mollige figuur soms. Allee, ze zal moeten op haar lijn letten. Ik denk, als ze het niet in doog houdt, dat ze geen strakke baljurkjes zal moeten dragen. Maar ja, ze is natuurlijk prinses. Ze kan zich best een diëtiste veroorloven. Hè. Maar voorlopig is dat allemaal nog koffiedik kijken. Intussen komt de gadgetmolen rond de geboorte van de prinses wel degelijk op gang. Zo kan je bij deze chocolatier al Elisabeth pralines kopen. In het Koninklijk Paleis schuiven de hele dag bezoekers aan om bloemen af te geven of om hun persoonlijke gelukwensen in het geboorteregister te schrijven. En dat is ook het minste wat ik kon doen.